Zo, madame Peters, wat kan ik voor u doen? Wel, meneer dokter, zou jij een doosje Viagra voor mij kunnen schrijven? Viagra? Ja, meneer dokter, jij weet toch ook dat mijn man niet lang meer te leven heeft, hè? En nu is die zijn laatste wens om met mij nog een keer de liefde te bedrijven. Ik begrijp het, ja. Ik zal u een voorschriftje voor Viagra maken, madame. Dank u, dokter. Mevrouw Peters, zet u. Dank u, dokter. Goed. Wat kan ik doen voor u? Wel, meneer dokter, bestaat er zoiets om het effect van Viagra teniet te doen? Hoe bedoelt je? Oh, wel, mijn man had zijn pilletje genomen, maar tijdens de daad is hem gestorven. Oh, om het beter te zijn. Mijn deelneming. Dank u, dokter. En waarom wilt je nu juist iets om het effect van de Viagra te laten verdwijnen? Ik krijg eens een kist niet toe. Volgende maand zijn Marcel en ik 20 jaar getrouwd. Is dat al 20 ja. jaar? Wat een tijd vliegt. Proficiat, merci. Had je feestje gegeven? Nee. Ik heb hem een reiscadeau gedaan naar IJsland. Aha. Maar wat een ferme cadeau is me dat. Wat ga je doen als je 25 jaar getrouwd bent? Dan ga ik hem terughalen. Je verliest een briefje van 5 euro. Oh, merci meneer, dat heb ik niet gezien. Eerst stik het maar in mijn zak. In die zak? Ja. Maar dat is in een hele zak vol met briefjes van 5. Ja, ik ben juist onder de baan aan de bank voor te storten. Het zijn mijn zaken dan niet, maar mag ik nou vragen weer dat je aan een zak vol met 5 euro briefjes komt? Dat zeker. Dan ga ik ook explicaren. Ik woon hier aan Staaien. En alle 14 dagen is een match. En de supporters hebben niet beter gevonden van hij voor en over de match tegen mijn oog komen te pissen. Ik zeg dat kotsmoe. Dus, als het na match is, dan kom ik achter mijn oog staan. Mijn oog scheer. En als het dan in een kum en die stikt zijn spel door, dan roep ik 5 euro of ik knip. Voilà, en die hebben zo'n schrik, dan geven ze mij 5 euro. En dat brengt goed op, hè. Een hele zak vol, je ziet het wel. En wat steekt dan in die andere zak, madame? Oh, meneer, dat zijn altijd van die gierige pinnen die niet willen betalen, hè. Dag, meneer. Hallo, ik ben Filippo. En ik ben Gilberto. Oeh. Dank u. Hoe kunt je zien wanneer een dom blondje aan de computer gewerkt heeft? Als er Tippex op het scherm hangt. Waarom heeft een dom blondje altijd een zak zaagmeel bij? Dat is haar extern geheugen. Zeg, Swabbe, nou is het stilletjes goed, hè? Behielden tijd hoe domme blondjes mopen. Dat is, ik weet niet, bij denigrerend. En meent je nou echt dat alle blonde vrouwen achterlijk en een uzel zijn? Ik zal het eens iets zeggen, hè, meneer. Niet alle blonde vrouwen zijn lumpenvjazen, sir. Sorry, madame. Het was niet de bedoeling om... Nee, meneer. Je moet er net tussen steken. Ik ben tegen die klootzak op een scoot bezig. Madame, bus 27, die stopt hij toch, hè? Ja, meneer.
madam, mag ik ook nog een keer iets vragen? Ja, meneer. Waar was het je na heel de tijd zo aan de mond bij zich? Meneer, ik kan het wel zeggen hoor. De liefste tijd ben ik nogal fel vergeetachtig, te geven. En als ik na niet aan mijn mond altijd zit, hè, dan vergeet ik af te gaan in mond te naken. Dat is dan al een chance dat je niet in kuttekeuven moet afstappen. Enige kat, de Jill. Jill? Van Betozend Stroot? Ja, ja. Ja, die was het gras aan het afrijden. En ik kwam er juist uit bij Blackie als een hond. Weet je wat die mij maar vertelde, Jill? Dat er bij alle vrouwen van Betozend Stroot en je werkt wel maar, hè. We allemaal zijn, dus of ze nou getrouwd zijn of niet. We allemaal. Behalve de één. Allee, daar zijn we. Dat is zeker de Zuid van Taas nee. Papa, dat je vrouw heeft er toch niet goed aan gedaan, zeg. Dat ging wat meevallen, jong. Dat ging meevallen. Hé, ziet hij een keer? Wat hangt hij in de buien? Zeg, ho, ho, ho. Zeg je, hebben ze nog goed gemasseerd, hoor, in de bumpjes. Ja. Oh, helaas. Wacht. Wauw, gaat je door. Dat is van een jongvrouw. Wat, loop me een keer rekken, jong. Van een A-vrouw. Zeker van een jongvrouw. Mama, meneer, jongens, een jong meisje. Ah, de man, hè. Ah, meneer Pastoor. Dag, meneer Pastoor. En, we zitten bij de noogstentje. Oh, dat ging meevallen, meneer Pastoor. Is het voor? Oh, ja. Maar ziet wat we hier gevangen hebben, jong. Oh? Ja, steen en taander, hè. ja, ziet. Daar kent meneer Pastoor niet veel van. Nee, maar hij zegt dat dat van een jong meisje is. En ik zeg dat dat van een A-vrouw is. Nee, dat is van een jong. Nee, een dat jong. Is een A. Mag ik een keer... Oei. Ja. Ja, een jongen van A, dat weet ik niet. Maar het is geen van mijn parochie.